Motivatie begint bij inspiratie en gaat langs de weg van extrinsieke motivatie. Daarmee bedoel ik motivatie door derden en mogelijk gevolgd door intrinsieke motivatie. Dat is motivatie vanuit jezelf. Goedendag kijkers, we zijn terug met de gloednieuwe aflevering van Grow. Tot nu toe hebben we twee mensen tegenover elkaar gehad, een volwassene en een jonge dame. Vandaag hebben we een andere situatie. Vandaag hebben we twee jonge dames tegenover elkaar. De ene bewijst dat je niet 30 hoeft te zijn om alles te bereiken. Wilt u weten wie dit is? Blijf afgestemd. Vandaag hebben we weer een jonge dame op bezoek. Ik laat het aan haar over om zich voor te stellen. Met wie hebben we de eer? Ik ben Esther Alouel. Ik ben 22 jaar. En ik hou van zingen, dansen en lezen. Lezen doe ik af en toe als ik er de tijd voor krijg. En ik ben een heel vrolijke jonge dame. Oké. En heel vriendelijk. Mooi. En is Esther nog schoolgaande? Ja, ik ben nog schoolgaande. Van het jaar zal ik pedagogiek doen op EOL. Oké. Wilde je altijd pedagogiek doen of is dat nu zo? Nee. Als jong meisje zei ik altijd, ik wil dochteranders worden. Niet wetende dat het slechtste titel was. Ja. En naarmate ik ouder werd, was ik echt like, wat moet ik nu doen? En uiteindelijk ben ik me gaan ontwikkelen en ik kwam tot de ontdekking dat ik sociaal bezig wil zijn. En toen zei ik van, hey, dan ga ik pedagogiek doen, opvoedkunde. Dan krijg ik meer kennis over hoe ik om kan gaan met jongeren. En hoe ik ze ook kan motiveren. Ja, het is mooi dat je weet wat je nu wilt doen. Want het komt niet vaak voor dat jonge dames bijvoorbeeld al weten wat ze willen doen. Ja. Het ligt eigenlijk aan die ondersteuning bijvoorbeeld van jongs af uit. En het is goed dat je het hebt ontdekt. Verder nog, wat is je motivatie in het leven? Wat is je motivatiebron? Mijn motivatiebron? Is er iemand die je inspireert? Ja, ik heb eigenlijk een coach, zal ik dat noemen. Mm-hmm. Ik ga altijd naar haar toe en zij motiveert me van, Esther, je moet het niet opgeven, ga ervoor. Je hebt de doel voor ogen, ga ervoor. Je wilt met mensen bezig zijn, je wilt sociaal bezig zijn. Geef niet op. Volg de juiste instellingen en je kan het. Ja, ja. We gaan zo meteen in gesprek met een jonge dame die heel veel heeft bereikt. Misschien kan zij ook, niet misschien, ze zal je sowieso kunnen motiveren met haar successen. Ik wil je alsnog bedanken voor het feit dat je bereid was in ons programma te komen. Maar we zijn terug naar de break. Welkom kijkers, we zijn terug. Zoals ik had beloofd, hebben we een speciale jonge dame vandaag. Of nee, wij zijn bij haar te gast in haar studio. Is het een studio? Ik laat het aan Sinani over om ons dat te vertellen. Sinani, dankjewel dat je hebt ons willen ontvangen. Kan jij de kijkers vertellen wie je bent en wat je allemaal doet? Oké, mijn naam is Sinani van Tro. Ik ben 23 jaar jong. Velen zullen me kennen vanuit het Nationaal Jeugdinstituut. Ik zit in het Nationaal Jeugdparlement. Ik ben jongerenactiviste, youth advocate. Sinds kort, eigenlijk al geruime tijd, een jonge onderneemster. Maar ik kom nu pas echt naar buiten. Dat is het zo'n beetje. Is dat echt zo'n beetje? Het is like zoveel. Heb je echt wel tijd om andere dingen te doen? Met vrije tijd bedoel ik. Ja, kijk, met een goede time management en schema lukt het zo'n beetje. Mm-hmm. Een beetje old fashioned. Mm-hmm. Ik schrijf nu vaak op en doorhalen, dus mijn to-do list. En ik zie dat het echt werkt. Want geloof me, door die drukte heen moet je jezelf ook nooit vergeten. Mm-hmm. En ook altijd tijd maken voor jezelf. Dus ik mag niet klagen, het lukt aardig. Dus time management is eigenlijk het belangrijkste. Ja, het is heel erg belangrijk. Vaak genoeg onderschatten we het. Mm-hmm. Maar it comes a long way. Dus je hoeft hem niet al te geweldig te doen. Maar gewoon door op te schrijven, je to-do list hebben. En gewoon dat proberen op na te houden. Dan denk ik dat het wel voor elkaar komt. Dat moet ik dan sowieso meenemen. Kan je ons vertellen hoe het allemaal is begonnen? Hoe is het zo ver gekomen? Oké, Sinani.
Sonani is altijd een bezige bij geweest. I love being active. Yeah. Je weet toch, van het een kwam het ander. We zijn allemaal actief op Facebook, social media. Zo ik ook. En vandaar krijg ik meer de inspiratie. Yeah. Ook via het net Facebook heb ik in het verleden kunnen applyen om naar conferenties te gaan in het buitenland. Netwerken heb ik kunnen bouwen. Allemaal ook gewoon via social media. Dus ja, ik hou van netwerken. Probeer het samen te werken. Ik geloof in dat we elkaar aanvullen als mens, als ondernemers. Je noemt het maar op. En ik denk dat we dan daarvan veel meer gebruik moeten maken. En to achieve more. Ja. Dus zo zie je dat social media ook zijn positieve kanten heeft. Uiteraard. Ja. Is hoe jij hem gebruikt en waarvoor jij hem gebruikt. Ja. That's it. En wat betekent succes voor jou? Zo. Wat betekent succes voor mij? Ja. Ik zie hoe ik het geheel beschrijf. Ja. Life is just a journey, toch? En je gaat hem gewoon doorheen. Je hebt ups en downs en daaruit ga je dan moeten leren. Leermomenten. Ik kan bijvoorbeeld mijn zwemdiploma hebben gehaald op 23-jarige leeftijd. En ik vind dat succes. Succes is voor jou, wat jij als het ware, wanneer je een doel hebt bereikt. En je natuurlijk streeft naar iets meer. Dus het gevoel dat je eigenlijk krijgt bij iets. Ja, dat je iets eigenlijk, something on your wishlist hebt kunnen achieven. Ja, dus het hangt van persoon af dus. Ja. Oké, hoe stel je doelstellingen? Zo, hoe ik doelstellingen stel. Zoals ik eerder heb aangegeven, ik probeer nu heel veel te schrijven. En als ik iets bijvoorbeeld heb opgeschreven. Ik geef bijvoorbeeld mijn voorbeeld van mijn waxing bar. Ik zag een filmpje op Facebook en ik vond het leuk. Er was een artiest, zij was bezig kristallen, steentjes te plaatsen op de pubic area van een dame. En ik vond het spannend. en ik dacht van, verjazzeling. Oké, ik heb hem opgeschreven, research gedaan. En ik dacht bij mezelf van, ik denk dat ik voor 2019, je toch? Aan het begin van het jaar hebben we allemaal die wishlist die we hebben. En ik dacht van, ik wil iets nieuws starten. Ik wil met iets nieuws beginnen. En ik heb hem gewoon opgeschreven. En van het een kwam het andere, de ideeën komen. Uh-huh. Naarmate ik onderzoek doe, YouTube, you name it. Yeah. En daarna gewoon uitschrijven. Oké, en wat vooral heeft je familie allemaal gespeeld in het bereiken van dit alles? Nou, heel stimulerend. Yeah. Ik mag niet klagen. I have the best families, members. Ik moest het alleen gewoon aangeven. En daar kwamen ook nog de bijschavende ideetjes van, misschien kan je het ook zo proberen. Doe het in combinatie hiermee. Ga ervoor. En ja, het zijn echt motiverende woorden die je soms nodig hebt om die extra maal voor te zetten. Dus je staat er niet alleen voor? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Oké, je hebt je eigen huis. Hoe ben je daaraan gekomen? Want het lijkt een beetje onrealistisch dat iemand die niet rijk is, op 23-jarige leeftijd een eigen huis heeft. Tegenwoordig, voor mij zou het bijvoorbeeld onrealistisch rijken, omdat het een beetje moeilijk gaat tegenwoordig. Maar misschien kan jij met ons delen hoe, dan kunnen we allemaal ervan leren. Wel! Hoe ga ik dit vertellen? mensen zullen me ook kennen van, ik was vorig jaar, ik probeer elk jaar met een business idee te kopen. Yeah. Something that I can provide and get exchange for it. Dat ik toevallig, ik zou niet zeggen toevallig, maar ik ben niet in dienst. Nee. Ik heb zoveel keren gesolliciteerd, maar het lukte maar niet. En op den duur denk je bij jezelf van, wat ga ik dan doen om aan die extra zakcentjes te komen? Ik kwam ook op Facebook, heb ik geleerd over Forex. Oh. Foreign exchange. Foreign exchange. Dat was een tijdje Ja.
En het was traden op de stock market. Ik heb kennis daarvan mogen nemen. En het was heel erg interessant. Ook uitdagend. En ik dacht bij mezelf van, hey, als ik me hierop focus. En ik me echt inzet. I think I can be really rich. En ja, ik wil nog steeds heel erg rijk worden. En ik heb als doel dat ik ooit eens die 6 nullen ga halen vanuit de Forex-markt. Dus Forex is eigenlijk mijn bron. Waarvan ik zo'n beetje die kleinigheid haal. En Forex heeft me geholpen. Een startkapitaal te hebben voor alle andere mini-businesses die ik momenteel opzet. Dus, en van, ik was ergens 2007 naar bouw- en woningbeurs geweest. Ik zag een project voor Kavelaar. Ik vond het interessant. Ik ben wat research gaan doen. Even kijken hoe het zat met mijn financiële inkomstenbronnen en al. En ik ben ervoor gegaan. Dus je bent er nog steeds bezig? Nee? Ja. Ja, ik ben er nog steeds bezig. En ja, hier ben ik. Het gaat nog steeds goed dus? Ja, tuurlijk gaat het nog steeds goed. Ja, het moet goed gaan. Okay. En ik heb natuurlijk om moeten sparen, moeten traden. Ja. Want ik moest je eerste inleggen, ja. You know. En dat heeft wel aardig wat gekost. Ja. Heel veel traden, focus. Ik heb daardoor ook mijn studie moeten afhaken. Okay. Op de Anton de Kom Universiteit. Ga ik sinds kort ook oppakken, want mijn moeder praat heel veel aan mijn hoofd. Ja, ik was in de afrondende fase, maar ik zag het zo voor me. Ja. En ik dacht voor mezelf van, oké, voor nu, I'm a straight-age student. Mm-hmm. Ik ben nooit blijven zitten. Straight helemaal naar ADEC, tot mijn tweede jaar, mijn B1 gehaald en alles. Maar uiteindelijk wilde ik gewoon gaan doen wat ik uiteindelijk wilde doen. Ik deed altijd, je weet toch, je moeder trots maken, naar school gaan, you know, get them good grades. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wilde ik veel meer dan dat. Omdat ik me zo'n beetje gesloten voelde in een box. Alhoewel, ik wel moet onderstrepen dat je educatie heel erg belangrijk is. Want ook heel veel wat ik in de schoolbanken heb geleerd, pas ik toe in daily life. En het helpt uiteraard. Maar it wasn't just for me anymore. Oké. En ja. Om jezelf te exploren. Surfen. En iets voor jezelf te doen. Surfen. Natuurlijk, je hoort een heleboel dingen van, ja, maar je bent nog jong. Op jezelf wonen. Het gaat een beetje zwaar worden. Eerlijk, ik had dat ook. En uiteindelijk dacht ik van, eentje, it is what it is, het wordt wat het wordt. If I go off as you see, we'll lossen het op. Maar ik ga wel ervoor. En ja, het is gelukt. Oké. Succes behalen is één, maar je levensstandaard op peil houden, precies daar waar je het wil. Is het moeilijk of zeg je van nee? Ja, het is niet moeilijk, maar het is challenging. Het is uitdagend. En je hebt soms van die momenten in het leven waarbij je denkt van, hey, weet je, I can't do it anymore. En vandaar ook mijn tattoo. Het is een suicide survival tattoo. En ik ben vandaag nog steeds hier. Het is niet altijd moeilijk geweest. Ik wil bijna huilen. Nee. Maar wat ik wil zeggen is, never give up. Yeah. Life is what it is. Je gaat heel veel moeilijkheden krijgen op je pad. Mm-hmm. En ik mag zeggen, de afgelopen tijden heb ik door middel van meditatie heel veel kunnen overbruggen. Okay. Dus ik ben ook aangesloten bij Art of Living. Yeah. En ja, ik ben er je nog. Je bent er nog. Ja, en dat is what matters, right? Ja. Yeah. Okay. We gaan gewoon door. We gaan gewoon door, ja. Oké, mensen, daarmee gaan we dan afsluiten. Dit gedeelte ten minste waar ik kom, we gaan zo meteen naar een break. Als ik naast me kijk en achter me zie ik enkele producten, zou je me meer kunnen vertellen wat je met ze doet? Oké, sinds kort ben ik eigenaar van Sparkle Waxing Bar & More.
Bij Sparkle ben je eigenlijk terecht voor body waxing. En daarnaast iets unieks doen wij ook private part makeover. Meer bekend als vergezeling. Wel, vergezeling betekent niets anders dan dat ik dan na het waxen dan kristalsteentjes plaats op de pubic area. Wat ik ook daarnaast naast het waxen en de vergezeling heb, is de facial. De facial is eigenlijk een behandeling, een treatment voor zij die last hebben van ingegroeide haartjes, puistjes en vlekken bij hun pubic area. En als jonge onderneemster, ik ben op het veld, ik heb ook andere jonge vrouwelijke ondernemers ontmoet en ook samenwerking met hun. Ik heb ook sinds kort de Pink Silk Scrub en ook producten van Kita. Kita Cosmetics, die ik dan gebruik tijdens die vooral die facial behandeling. Het is heel erg gevraagd, omdat het nogal taboe is. Praten over de vagina is taboe. Ja. Zie je? Ik heb het gezegd, vagina, je moet een mooi woord. Het is nog taboe, terwijl we gewoon erover moeten praten, want misschien heb jij last. Je vraagt er niet om bepaalde dingen. Kijk, we moesten allemaal scheren met Big, maar scheren kan heel erg schadelijk voor je zijn. Misschien heeft mijn Big kut, misschien heeft gewoon te lezen. Totdat ik het waxen heb ontdekt en ik dacht van nee, I'm going back. Snap je? En wat ik eigenlijk wilde is, you know, to improve your womanhood. Weet je, een beetje sexy laten voelen. En I got me myself a sparkle waxing bar. Dus dat is een. Oké, de naam Sparkle. Hoe ben je aan de naam Sparkle gekomen? Zo, boy. Huh. We hebben echt, ik heb gezeten hoor. Ik heb met twee vriendinnen, Carol en Jalis. Ik had ze benaderd. Zij hebben me along the way zo met die naam en mijn slagzin zo geholpen. En het was eerst Diamond V. Dan dacht ik, nee, geen Diamond Diamond. Laat me denken aan Diamond Diamond. En iets met, ik weet niet, volgens mij, hoe heet ze? Een zangeres. Ze had American Idol gewonnen. Ik kan even niet op de naam komen. Zij had volgens mij ook een lied met Sparkling of Sparkle. En ik weet niet, volgens mij, ik ben er morgen toe opgestaan. En na gechat hebben met mijn vriendinnen. Die namen zoeken een hele week straks, ik heb 2 weken. Toen is Sparkle ontstaan. En Sparkle, the reflection of perfection. We all want to be perfect, have the perfect pubic area. Om sexy te lopen over op het strand. En ja, I want to give the woman a reflection of perfection. Je pubic area hoeft niet saai te zijn, het hoeft niet meer lelijk te zijn. Let's fix it and let's take good care of ourselves. Yeah. Dus we offer you the reflection of perfection. Dat zegt het allemaal. Oké. Dus als ik behandeling nodig heb, dan mag ik bij jou terecht. Ja, natuurlijk. Heb je last van ingegroeide haartjes? Wil je gewoon een extra behandeling? Wil je waxen, wil je versieren, ben je jarig, fotoshoot, een beetje iets, je weet toch, sexy, anders dan anderen. Kom maar mijn steentjes voor je plaatsen. Oké. Als ik de vraag stel, wat heb je eerder, een huis of een auto? Waarvoor zou je kiezen? Zo. Kijk, het is situatiegebonden. Yeah. Ik heb toevallig eerst mijn auto kunnen kopen. Ja, natuurlijk, door te sparen. Die koers was nog 3 zoveel. Ja, in 2015. Ja. Ik denk echt sparen hoor. Sparen. Ik had eerst mijn auto en daarna is mij een mooie mogelijkheid geboden om ook in staat te zijn een huis te kunnen kopen, ja, want ik heb het niet gehad. Dus het kopen en daarna verder aflossen. Dus natuurlijk, je auto laat je bewegen, maar het is echt situatiegebonden. Wat op
dit moment misschien prioriteit is, voor jou is. Want misschien in 2015, ik heb Forex ontdekt in 2017. Dus in 2015 zou ik niet eens kunnen denken dat ik in staat zou zijn om, you know, to have a place for my own. Dus ik denk dat je ook echt moet willen. En gewoon kijken wat voor jou op dat moment werkt. En vooral niet boven je vermogen proberen te leven. Als je een fiets kan kopen, ga geen Harrier willen kopen. En dan niet weten hoe je het morgen moet aflossen. Alleen omdat imchanin dat je auto hebt. Nee, het werkt niet. Je gaat lelijk op je neus vallen. En dan ga je mensen ga je zeggen, smapot mofogi. Maar het is je eigen management. Snap je? Dus gewoon kijken wat voor jou op dit moment werkt. En gewoon vooral heel realistisch blijven. Oké. En als je terug kon in de tijd, wat zou je anders doen? Niets. Want geloof me, alles wat ik heb gedaan in het verleden, het zij goed, het zij minder goed, heeft me gemaakt tot de Senani die ik vandaag de dag ben. Ja, geloof me. Oké. En als laatst, wat voor advies heb je voor de jongeren, in het bijzonder de Maroni jongeren? Zo, voor alle jongeren. Maakt niet uit welke etnische groep. Het is belangrijk, toch, dat je investeert in jezelf. Het zij in educatie, opleiding, je dromen, everything. En ja, er is een bepaalde stigma voor een bepaalde bevolkingsgroep. Maar juist dat moet je motiveren. Maakt niet uit, want elke bevolkingsgroep, oké, we zullen misschien denken van, oké, wij Maroni jongeren, we hebben het soms moeilijk. Maar ook, bijvoorbeeld, zij die van die Hindustaanse kom af. Zij van die Javaanse kom. Iedereen wordt gepest. Pre, Kuli, Juka. We all have our struggles. Maar dat moet juist een stepping stone zijn. Toch? Die drempel die wij allemaal gaan overbruggen, gaan maken wat voor mooie maatschappij, een mooi Suriname wij gaan hebben. En daarin geloof ik heilig in. Denani, dank je wel dat je ons advies hebt gegeven en een beetje over je leven hebt verteld. Ook aan de jongeren wil ik wat zeggen. Als we naar Senani de levens wandel hebben geluisterd, dan zien wij dat het niet altijd makkelijk is geweest. Ze had het ook moeilijk en ze heeft niet opgegeven. Ze heeft vastgehouden en ze had een doel voor ogen. Ze heeft ook gesproken over haar doelen opschrijven. Dat ga ik ook meenemen. Want als ik nu denk van, dat wil ik over 5 maanden doen, over 2 maanden ben ik hem al vergeten. Maar als ik hem opschrijf, dan heb ik hem nog. Oké, kijkers, we zijn aan het eind gekomen van Gro. Ik wil mijn gasten Esther Alouel en Senani van Trouw bedanken. Ik hoop van harte dat jullie evenveel van Senani hebben meegenomen, zoals Esther dat heeft gedaan. Blijf groeien. Tot de volgende week.